Enkele militairen van het Nationaal Leger hebben onlangs een intensieve gevechts- en medische training in Frans-Guyana gevolgd. De inventaristen waren aan de beurt van 4 tot en met 8 april. Zij hebben hun overlevingsstrategieën en gevechtshandelingen in tropische oerwoudgebieden aangescherpt. Bij de marine-militairen lag de focus op het toepassen van medische behandelingen gedurende een gevechts- of oorlogstoestand. Hier werd door de Fransen vooral de nadruk gelegd op verbandtechnieken, het toedienen van morfine en reanimatietechnieken. Deze training duurde van 5 tot en met 7 april. Beide trainingen zijn onderdeel van de intensieve samenwerking die het Surinaamse en het Franse leger al jaren onderhouden.